Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz. Morgen begint hier op de wedren in Nijmegen de 98ste Vierdaagse. En vandaag komen de wandelaars hun felbegeerde startbewijs ophalen. En dat is altijd een feestelijk moment. Vandaar deze 98 symbolische feestelijke ballonnen. Mooi, hè? Maar ja, die kan ik niet de hele dag vasthouden. Dus wil jij ze? Hou maar lekker vast. Kijk, pak maar goed. Zo. Weer iemand blij gemaakt. Oh, oh. Niet loslaten, hè? Oeps. Hier gaat het allemaal losbarsten morgen, midden op de wedren. Maar vandaag komen de wandelaars en hun aanhang massaal naar Nijmegen. Het stroomt hier al lekker vol. Duizenden en duizenden mensen is de Vierdaagse vier dagen lang onversneden wandelplezier. Het is samen lopen, samen genieten en samen de finish halen. Maar niet voor iedereen. Hier naast mij drie mensen op wat ik wel zou mogen noemen de bank van verdriet. Dorien, wat is er met jou aan de hand? Nou, voor 6-7 weken geluk ben ik naar Dukenburg geweest. Ik ging even lekker wandelen met mijn kleindochter, winkelen. En ze schiet in één keer voor mij langs, zij valt en ik val over haar heen. Einde verhaal en ik voelde gelijk dat het mis was. Einde verhaal als in gebroken? Ja, de voet gebroken. De voet gebroken. Maar vorig jaar heb ik met gips gelopen, mijn pols gebroken. Ach hier, ja, hier loop je, vorig jaar. Hier liep je nog? Ja, ach. Toen was het met de arm en het gips. Arm en het gips. Ja, daarvoor mijn oog ontstoken heb ik met een lapje voor mijn ogen lopen. Ach kijk, je oog staat helemaal dicht. Ja. Nou, nu is het wachten op je bekkenbodem tot die verzakt, hè? Ja. En voor 7 jaar terug heb ik met een gebroken teen gelopen. Kapot. Ja. Plus voor 1 jaar of 9 terug ben ik van de trap afgevallen, 2 trappen. En toen was alles gekneusd wat maar gekneusd was. Ik heb het nog 2 dagen geprobeerd, maar nee, dat lukte niet meer. Dus zouden we in jouw geval niet gewoon moeten zeggen, Dorien en de Vierdaagse, dat gaat gewoon niet samen? Nou, dat zeggen de meerdere. Vrienden van mij die hebben al gezegd van, weet je wat, we stoppen jou vanaf april, mei in een glazen kooi. En dan een loopband kun je toch oefenen voor de Vierdaagse. En een dag voor de Vierdaagse halen we eruit en jij bent heel. En waarschijnlijk valt er dan een duif dood op je hoofd bij de start. En denk nou eens even, nou, we zitten hier op de wedren. Ja. Morgen gaan hier duizenden mensen van start en jij niet. Nee. Hoe erg is dat? Vreselijk. Dat vind ik eigenlijk heel erg. Ik heb gisteren toch wel de banden gehaald. Je hebt hem gewoon om? Ja, ik heb toch mijn startkaart gehaald. En ik ga ze wel iedere dag aanmoedigen. Dat vind ik grappig. Ik vind dit even een tissue moment hoor. Wacht even. Ja, dan snijd jij gewoon even je tissue vol en dan ga ik even naar Joyce. Want jij zit er ook niet voor niks, Joyce. Nee, helaas mag ik niet meedoen. Nee, je mag niet meedoen? Nee. Waarom niet? Uitgeloot, eerste keer en gelijk
uit. Maar ja, dan worden er wel meer mensen uitgeloot. Ja, maar ik had een doel. En dat was na 2 jaar ziekte die vierdaagse gaan lopen. Maar helaas, dat werd me niet gegund. En wat had je? Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een normale ontsteking was. En na heel veel shoebat kwamen ze achter dat het ASI-blokkade was. Ja, dat bleek dus niet zomaar een blokkade te zijn. Ik bleek zoveel infecties opgelopen te hebben. Daar kwamen ze in het ziekenhuis achter. Te laat. En uiteindelijk functioneerde het helemaal niet meer vanuit mijn heup. Dus ik kon helemaal niet meer lopen? Aan die kant deed het niet meer. Wanneer kwam dan in jouw hoofd op, ik moet die vierdaagse lopen? Toen ik het revalidatiecentrum terecht kwam. Ik wilde gewoon laten zien, ook al zit je zo in het diepe dal en ook al gaat het zo slecht met je, dat er altijd nog wel iets is waar je voor kan strijden om weer op de been te komen. Dus. Ja, letterlijk ook in jouw geval? Ja. En wanneer hoorde dat je uitgeloot was? 11 april. Oh. En toen? Toen was het natuurlijk balen, want mijn mannenmaatjes, ja, die mochten door. En ik bleef op de achtergrond, in feite. Dus iedereen om jou heen, die ja. Mag wel? En ik niet. Oh, wacht even hoor. Ja, dat vind ik toch ook wel een tissue momentje. Oh. Niet leuk, hè? Nee. Naar volgend jaar. Oh ja. Zeker weten. We gaan door tot ik mee mag doen. En dan hebben we nog Theo. Theo heeft 33 jaar de Vierdaagse gelopen. En toen ging hij aanmoedigen met bordjes achter een raam bij een vriend van hem. En wat gebeurt er na 8 jaar dit jaar met de Vierdaagse? De route is veranderd. En die komen niet meer langs Theo. Ik heb 33 keer de Vierdaagse gelopen. En dus ik weet wel een klein beetje wat de Vierdaagse is. Ik ben trouwens 72 jaar. Op een gegeven moment dan krijg je lichamelijke klachten en zo. En dan houdt het op. En dan zeggen mensen zeggen van, oh, vind je het niet erg? En dan denk je, ja, wat is erg? Baby, sinds ik niet meer loop, ben ik hier gaan zitten. Ik ben eigenlijk de bordjesman, ja. Zo word ik, mensen, zo word ik dan altijd, word ik dan achteraf genoemd. Die hangt. Kijk, en hier staat nou, het is weer. En dan komt er iedere keer teksten achter. Hier staat bijvoorbeeld grote klasse. En zo heb ik een hele serie en ik kijk altijd wat er over de straat heen loopt. Als het bijvoorbeeld heel druk wordt, dan komt het is weer dringen. Het valt me altijd wel op dat ze het ook zien en lezen. En dan meestal wordt er dan weer gelachen en dan zien ze in één keer even zo een beetje vrolijker verder lopen. En dat vind ik eigenlijk het leuke ervan. Ik hield het altijd eerst zo, succesgek, en dan werd er meteen gefloten en lelijk gedaan. En dan hield ik deze weg en dan was het te gek. En op een gegeven moment kreeg ik dan te horen dat het parcours verlegd was. Ze komen niet meer langs u heen? Hier niet, nee. Heeft u niet overwogen om ergens anders te gaan zitten? Nee. Het gekke is, ik woon wiegen aan het parcours van de 30 kilometer. Maar daar zit ik eigenlijk nooit. Ik ga trouwens wel woensdagmorgen hier op het hoekje morgens staan kijken. In ieder geval, want dan wil ik gewoon even wat kennissen zien die de Vierdaagse lopen. En dan niet stiekem een bordje mee? Nou, ik denk niet dat ik dat doe. Denk het niet. Zo, daar gaan we, Theo. Hier zond jij mee. Toi, toi. Leuk. Oh, er zijn veel mensen waar het dringen. En, ach, wat is je geboortedatum? Dit is wel een beetje voor de antieke wandelaar, hè? Oh, het is te dol. Wat een naar verhaal, Theo. Volgend jaar weer via jullie. Eigenlijk wel. En nu eerst maar even snuiten, hè? Nou, ik krijg van onze schade neus van de snoer. Jongens, ik geef jullie allemaal nog één tissue. Pak hem. Ik tel tot 3 en dan snuit je al je verdriet en al je oude zeer snuit je in die zakdoek. Okay. 3, 2, 1, snuit. Kijk, dat komt van ver. Heel ver. Nou, vouw je de zakdoek dicht. Wacht even. En doe hem hierin. En dan steken we al dat enorme verdriet steken we in de hens. Zo, daar gaat het verdriet. En we zijn eraf. Volgend jaar lopen. En gewoon weer met die borden ergens gaan zitten. En dan heb ik voor jullie 3 hele mooie toegangskaarten
voor de tribune. Oh, en dan zit je helemaal vooraan. Oh, super. Dank je wel. Heb je toch nog een mooie vierdaagse. Ja, dank je wel, joh. Dank je wel. Oh, super. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom je vandaan? Uit Wijchen. 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 Heer Hugo Waard. Ach. Met de klemtoon op hier. Ja, heer Hugo Waard. Nijmegen. Nijmegen. Os. Os. Almelo. Ach, mijn hemel. Allemaal tukkers? Allemaal tukkers. Allemaal tukkers. En het zit bij elkaar. En lopen jullie ook samen? Ja. Ach, mijn hemel, een Twentse eiland. Ja. Alles samen, die Twente. Het is allemaal nog lang niet, hè? We zijn met 50 man. Nou, ver genoeg? Oh nee, maar meer achteruit. Ja, zeg maar waar. Kijk eens, wat een mooie. Echt kootje erop. Doppie. Eén. Nog één. Tukkenpuls. Nog een beetje verder. Maar wat ontstaat hier vandaag? Het begint van iets heel moois. Van de Tukkenstraat. Ja, van de Tukkenstraat. Achteruit. Zo stuk. Oh. I don't know how to drive. Who the hell wants a car anyway? Hé, maar die Tukkerstraat hè, die jullie aan het opbouwen zijn. Om hoeveel tukkers gaat het nou dan? Lieve Nadine, Sini, Frans, die vier broers. Ja, mannetjes er ook bieden. Ja, mag hier en Johan is 7. Ik ga even het veld afzetten hier. Er mag er niemand anders meer tussen komen dan. Oh, niet. Dat is een groot woord. Oh, joh, moet Robby, 8. Nou, die niet weer in. Never stay. Baby at 3:15 outside the Guggenheim. Eigen volk, eerst. Oh, dat mag ik niet zingen, hè? Ja, het is eigenlijk zo gegroeid door de jaren heen. En iedere keer meer mensen erbij. Oh. Wat is dat toch dat tukkers zo graag willen samenklonteren? Dat gebeurt gewoon zo. Gezelligheidsmensen. Gewoon gezelligheidsmensen, denk ik. Koffie? Oh. Marco, koffie. Ja, lekker. Ik heb die bekertjes. André is een bijzonder man. Was een bijzonder man, ja. 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 Ja, is ook zo eigenlijk gelijk aan. Het is Kudelstaart. Paul Kjeld moet zitten. Dat is in, tegen Alsmeer aan. Kom maar zitten. Een klein plaatsje van Amsterdam. Hij had gewoon een hele bijzonder humor. Ja, hij was gewoon ook een gezelligheidsdier. Nou, past er perfect tussen, ja. Dus je hoeft niet speciaal een tukker te zijn om ertussen te passen. Hoor. Maar ja. Zeer geliefd hier. Hij is helaas door die enge ziekte overleden dit jaar. Ja. Ja, ik heb de color rilling van, dus ik niet erg vind. Hij zei altijd dat hij ziek was. Ja, het is zoals het is. Het is niet anders. Dus, en toen hadden wij hem geleerd van het is zoals het is. Dus op een gegeven moment ging hij in zijn beste twins, zei hij ook van het is zoals het is dan, zoals het er dan uitkomt. Hij vond het ook heel bijzonder dat hij, en dat gaf hij ook wel aan, dat die tukkers beste mensen. En dat zij daar gewoon bij tussen hoorden. Ja, dat is mooi, super. De Tukkenstraat, een goed gezelschap van vierdaagse lopers. Dus dat hebben we vorig jaar van hem gekregen. Kling! Die grond is weer. Ja, doe maar twee meer. Twee maal, Jan. 1, 2. Mooi. Het is zoals het is. Het is zoals het is. Is dit wat André gewild had? Ja. 100%, ja, echt. Hé, hey, we hebben een netbeat. Ja, we gaan. De deelnemers aan de Vierdaagse komen uit de hele wereld. Je kan het zo gek niet verzinnen of ze komen er wel vandaan. Dat is echt niet te geloven. Heeft u bijvoorbeeld een idee waar die mensen allemaal vandaan komen? Die lopers die komen uit Amerika, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republico Dominica, Cuba, Caribe, Groenland, Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana en stil. Guatemala, Bolivia, dan Argentinië, Ecuador, Chili, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tabacca, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Frans, Guyana, Barbados en Guan. Keer. Eerste keer!
12. Maal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal, helemaal. Duitsland, Weltmeister. Veel succes allemaal. Uit zeer betrouwbare bron heb ik begrepen dat er hier een geheimzinnige schamenscholing is van een groepje heel bijzondere wandelaars. Alleen weet ik dus niet precies waar het is. Goedemorgen, meneer. Weet u waar het is? Wat? Weet u waar het is? Wat dit is? Nee, waar het is. De geheime bijeenkomst. Oh, dat wil ik niet. Nee? Even overgeleden. Oké. Ja? Ga ik nog even zoeken. Oké. Is het hier? Wat? Oh jee. Ik zoek een heel bijzonder groepje wandelaars. Wandelaars? Waar ben je nou verkeerd, denk ik, hoor. Ja? Komen woensdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het hier? Ja. Echt? Het is hier, echt. Ja. Oh, spannend. Ja, vind je dat? Ja. Ik ben Marta. En hier gebeurt het dus. Van de Jacobskwel. Ja, ja. Ja, hier kunnen we het op zolder even neerzetten. Ja. Frits, kun je deze even op zolder zetten als je wilt? En wat hebben jullie nou precies voor een bijeenkomst zo? We hebben alle mensen die dus naar Santiago de Compostela zijn geweest via het blaadje van het genootschap van Sint Jacob uitgenodigd om hier bij ons langs te komen. Dus ze kunnen een kopje koffie krijgen, ze kunnen een glaasje wijn komen drinken en kennis maken met de kapel. Wat gaat u nu doen? Ik doe altijd mijn Vierdaagse schoenen op het altaar zetten. Het Vierdaagse kruis heb ik geborduurd, dat komt erbij op. Kijk, dat heb ik geborduurd en dat komt erbij. Heeft u die helemaal zelf geborduurd? Ja, ja. En mag dat wel, die schoenen op het altaar? Nou, eigenlijk mag het niet. Maar ik zeg, dit is Vierdaagse week en dit is, Nijmegen is helemaal vol met Vierdaagse. En hierboven zullen ze het echt niet erg vinden als ik hier mijn schoenen neerzet. Ik ben 6 keer naar Santiago geweest. Wat is nou het geheim van een goede pelgrim? Ja, is geduld hebben, rust en gewoon lopen. Het is gewoon een virus, daar kom je niet meer vanaf. Maar die Vierdaagse is voor u een makkie, dus dat is maar een klein stukje. Nou, maar Vierdaagse is iets heel anders dan naar Santiago lopen, dus... De schelp, dat is het symbool van de Jacobsweg. En alle pelgrims die gaan lopen, dus praktisch iedereen, die heeft een schelp achter op zijn rugzak. Oh. Dus dat is het symbool van de pelgrimstocht naar Santiago. En groeten jullie elkaar net zoals motorrijders ook? Nee, wij even zeggen van, oh, dat is ook een pelgrim. Dan zien we het schelpje, dat is ook een pelgrim. En dan gaan we er naartoe lopen en dan zeggen we, goh meneer of mevrouw, bent u soms ook naar Santiago geweest? Ja, en dan zie je de ogen al gaan glinsteren. En dan, en dan beginnen de gesprekken. Bon Camino. Jesus, ja. Veel plezier nog. Ik zal het geheim houden, hoor. Ja, ja, vooral. Zo. Niet verder vertellen, hè. Dag. Dag. Doei. Onderweg. De allereerste Vierdaagse was in 1909 en het was echt een militaire wandelmars. En sindsdien zijn soldaten en de Vierdaagse onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Dat is niet altijd zo gebleven, want in de jaren 70 en ook in de jaren 80 kwam er langzaam steeds meer protest tegen deelname van soldaten aan de Vierdaagse. En in de jaren 80 kwam dat tot een hoogtepunt. In 1923 mocht ook de gewone burger meewandelen in de Vierdaagse. Eerst waren het er nog maar een handje vol, maar de aantallen groeiden snel. In de jaren 70 was nog maar 1/3 van de lopers militair. Ze liepen er anders bij dan nu. Niet alleen met bepakking, maar ook met wapens. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het vond het vrij agressief. Hè. Je loopt in een schitterende natuur, zoals je hier ziet. En dan die naïviteit, dat er geen idee was wat die wapens er eigenlijk toe in staat waren. Dat die uiteindelijk bedoeld zijn om 100.000 mensen te vermoorden. Denk dat bij na, zou ik zeggen. En dat was dan ook mijn groot bezwaar tegen de Vierdaagse, dat dat gebeurde. In die tijd groeide de antimilitaristische beweging in Nederland.
Ik was 30 en erg politiek bewust. We waren heel erg aan het discussiëren met allerlei studenten en jonge mensen. En we zouden de wereld gaan verbeteren. En ja, het militarisme was iets wat absoluut niet kon. En in Nijmegen, altijd al een hele leuke en progressieve stad geweest, daar was een clubje en die heette Is het hier oorlog? Wandelclub Is het hier oorlog protesteerde in de jaren 70 en 80 tegen militair vertoon in de Vierdaagse. Nou, ze vertelden mij wel van, we moeten wel oppassen, want we zijn een relatief kleine groep. En er is enige agressie te verwachten. Dus daar moeten we wel goed mee omgaan. Nou ja, het boegeroep was niet van de lucht, dat mag ik wel vertellen. Het ging er behoorlijk op. Ja, het was vrij emotioneel gebeuren. Hè. Enerzijds Nijmegen, die geweldig gek was op haar Vierdaagse. Anderzijds het belang van iets onder de aandacht brengen, dat botste met elkaar. Nou ja, hier kwamen we aan en je ziet de schitterende Maas, vredig landschap. En hier lag die grote ponton, prachtige ponton van de militairen. Ja, en daar konden wij natuurlijk niet overheen, hè. Daar was geen sprake van. En wij moesten omlopen en wel 10 kilometer geloof ik dat was naar het dorpje Katwijk, waar ook een pont lag, om daar met het pontje over te steken. Maar ja, uiteindelijk heeft het er wel toe geleid dat het comité van de wandelvereniging besloot om ons uit te sluiten. De groep werd gedisqualificeerd en zeker die laatste groep geen kruisje. Ja, we moesten onder politiebegeleiding via Gladiola over, want anders was het waarschijnlijk niet goed gekomen. Maar er zijn te veel agressieve mensen links en rechts die dan iets zullen doen wat je minder plezierig zou vinden. Dus in die zin was het heel fijn dat we daardoor beschermd werden, absoluut. Nu, 30 jaar later, zijn het andere tijden. Er doen steeds minder militairen mee aan de Vierdaagse. En ook dragen ze sinds de jaren 90 geen wapens meer. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen, heeft het geholpen of de club van Is het hier oorlog bijgedragen heeft tot, laat ik zeggen, tot een vredelievendere wereld? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Je kunt in ieder geval constateren dat er nu niet meer met wapens gelopen wordt. Maar ja, of het nou echt helpt, hè? We hoeven maar naar Iran, Irak te kijken, we hoeven maar te kijken naar Afghanistan. Maar ja, in ieder geval in Europa, met Europa zijn we een stuk verder gekomen. En laten we het vooral zo houden. Maar ook nog uit, ik heb ze gezien uit Noorwegen, Zweden en IJsland en Finland en Duitsland en nu aan één kant, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Italië, Turkije en Griekenland, Polen, Roemenië, Schotland, Albanië, Ierland, Rusland, Oman, Bulgarije, Saudi-Arabië, Hongarije, Cyprus, Irak en Iran en Syrië, Libanon, Israël, Jordanië, Jemen, Kuwait, Bahrein, de Benelux, Portugal, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Spanje is fijn. En daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Dat is weer lang geleden, hè? Ja. Hoi. Dan moet ik een stopcontact hebben. Oh, hier hebben we. Als ik zo'n rugzak meeneem, dan is het een beetje zo. Een beetje te veel liggen, lawaai. Dat is 1. Dat is 2. Zomerdag. Kleding maken de mannen? Dat wordt meestal gezegd, maar het is wel zo. Maar wat voor man ben jij? Eentje die een beetje wel nauw kijkt op de kleren. Ja, dat is voor mij toch heel, echt van belang. Goed uit te zien. Het is gewoon iets van een persoonlijkheid. Ik ben nog steeds benieuwd wat er onder in die koffer zit. Dat zijn de wandelkleren. Want je loopt niet in pak? Dit jaar niet. Heb ik wel gedaan. Toen de 25e keer, toen heb ik wel iedere dag een ander kostuum aan gehad. Je mag de hoed anders wel afzetten, hoor. Dat is wel eens gemakkelijker, ja. Ze wordt wel eens gezegd, wel apart. Dat vind ik ook. Maar dat maakt me ook niks uit. Maar vanwaar dat jasje, dasje? Ja, het hoort erbij. Dat je bent erbij. De enige hier. Dat is jammer genoeg, dat er niet genoeg zijn. Draai u eens even om, zo. Zit mijn dasje goed? Wat zit er dan nog in de rugtas? Dat is een voorraadje voor tussendoor. Een glasje. Voor een cognacje onderweg. Nog een bakkalietje. Een merito. Voor onderweg misschien een wijntje. En ik heb nog een wette.
Ga je de Vierdaagse niet lopen? Ik loop de Vierdaagse, maar wel op een gezelligheid. Af en toe een neutje, kan nooit geen kwaad. Ja, ik ben ook een levensgenieter hoor, daar gaat ze niet voor uit. Mooi hoor. Stand up straight and tall, and the big bamboo pleases one and all. I met a Chinaman in Congo. En als ik je nou uitdaag om te vragen om morgen zo te gaan lopen? Dat kan ik doen. Geen probleem hoor. Nee. Afgesproken? En wat doe je dan aan je voeten? Deze schoenen. Maar dan loop ik wel uit hoor. Nee, dat is afgesproken. Zo, wat ziet u er mooi uit zeg. Zo. Gaat u daar ook mee lopen? Dat hebben we net afgesproken. Ja, ja, echt? Nou, helemaal mooi. Goed. Ja, zo is het goed. Goed. Ja. Ja, goed. Dus dat is afgesproken, hè? Bedankt wel. De groetjes, hè? Ah, 98 keer de Vierdaagse en 98 keer het Vierdaagse lied. Is dat nou niet een tikkeltje leuker? Ik bedoel, echt een leuk nieuw lied. Laat ik hier nou drie mensen of drie groepen hebben die dat willen proberen. Zij hebben een nieuw Vierdaagse lied. Hij heeft een nieuw Vierdaagse lied. En hij heeft een nieuw Vierdaagse lied. En waar gaan we dan optreden? Weet je wat? Gewoon hier op tafel. Publiek, willen jullie juichen? En het lied wat je het mooiste vindt? Daar juich je natuurlijk het hardst voor. Wie zijn jullie? Suptoppers. Oh ja, want jullie houden enorm van super. Super, ja. Ja, zit nog net een slokje in. Kijk. Zo, goed, dames en heren, de Suptoppers. Oké, lieve mensen, laat je even horen voor de Suptoppers. Van Amsterdam de Rijn. We laten ons niet kennen door alle de natuur. En zijn ook niet te nemen, al is het bijzonder duur. Zijn we toe aan optreden nummer 2? Ja! Ik zeg welkom Fred. Wat is de kern van je liedje, Fred? Nou, dat het geweldig is om de Vierdaagse te doen en dat het de saamhorigheidsgevoel is onder de lopers. Nijmegen, we gaan weer knallen! Vierdaagse van Nijmegen, overal bekend. Wandelen en feesten met menig goede band. Nijmegen stad staat weer op zijn kop. Wandelen en feesten is hier top. Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la. Mooi! Nou ja, applaus voor Fred, dames en heren. Mooi. Zijn jullie toe aan kandidaat nummer 3, dames en heren? Geef een enthousiasmerend applaus, hier is Paul. Paul, hoe lang ben je? Ja, nou langer, hè? S'morgens ben je 2 meter en s'avonds zak ik ietsjes in. Ja, zie je. Man, wat ben je groot. En wat ben je voor beroep? Ik probeer iets te doen in het entertainment, alleen daar ben ik niet zo goed in. Dit is je kans. 3, 2, 1, go! Dikke voeten en een braak. Als ik weer de Vierdaagse doe, dan ben ik s'avonds nog niet moe. Want het is een leuke tijd, met vriendschap en gezelligheid. We lopen, we stappen, de Vierdaagse. De Vierdaagse. Vierdaagse. Ga je mee naar de Vierdaagse? Ja! Nu gaan we het even officieel doen, dames en heren, concentreer je goed. Het applaus voor artiest nummer 1. Yeah! En voor nummer 2. Yeah! Dat is
iets harder volgens mij. En voor nummer 3. Ja. Oké, Paul. Je hebt nog nooit iets gewonnen in je leven, maar deze heb je weer. Doe hem nog maar een keer. Dankjewel, hè. Burundi, Lesotho, Malawi en Togo, Sahara die branden in de zon. Nigeria, Nigeria, Chad, Liberia, Egypte, Benin, Gabon, Tanzania, Somalië, Kenia, Mali, Sierra Leone, Algier, Dahomey, Ibië, Senegal, Libië, Cameroen, Congo, Zaire, Ethiopië, Guinea-Bissau, Madagaskar, Rwanda, Mahori en Cayman, Hongkong, Abu Dhabi, Qatar, Joegoslavië. Morgen dan is het zover, dan barsten we los. Dan beginnen we aan de 98e vierdaagse. Ik kan niet wachten. Ik zou zeggen, ga op tijd naar bed, slaap lekker en doe goede schoenen aan. Tot morgen. Wil jij mijn ballon even vasthouden? Kijk, hou ze goed vast, hè? Girl, every minute, 60 in an hour, craving for a bite of your touch, yeah. Got a sweet taste for you, baby, yeah. I got a real sweet taste for you, baby. Katana, Mauritanië, dan Transylvanië, Monaco, Liechtenstein, Malta, Palestinië, Suriname, Australië, Sudan. Trek je poep plat. Ik kan met iemand tegen uit Montenegro. Zat er niet bij, hè? Nee, zat er niet bij. Voor mij moet hij nog een keer. Amerika, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republiek de Amerika, Cuba, Caribe, Sonda, de Salva, daartoe, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Stil, Guatemala, Bolivia, dan Argentinië. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz.